De Centrale Bank van Suriname, CBVS, heeft voor het einde van de maand maart een nieuwe governor. Dat beloofde de minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, gisteren in het parlement. Hij gaf dit aan in een rumoerige vergadering over het ontslag van Glenn Gersie als governor van de Centrale Bank van Suriname. Ten aanzien van het pad verder, wij zijn al in operatie ten aanzien van het komen met de nieuwe governor. De schatting is dat het voor 1 maart en waarschijnlijk zelfs voor 15 maart een feit zal zijn. Heel belangrijk is dat er een goede onderstanding, een goed begrip moet komen tussen de twee autoriteiten. In het werk, in de scheiding van het werk, in delen van de informatie, etc. Dat zal de basis zijn die met de opkomende governor besproken zal worden voor een hechte, een nauwe samenwerking tussen beide instituten, waarbij de ontwikkelingsvisie van de regering vanuit het ministerie van Financiën als gedelegeerd contact van de centrale bank in feite zal geschieden. Nadat Hoefdraad zijn argumenten over het ontslag van Gersie kenbaar had gemaakt, wilde de oppositie een motie van wantrouwen tegen de minister indienen. Dit kon echter niet meer, omdat de oppositie processuele fouten had gemaakt. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons wees hen hierop. We hebben nog wat te goed van de minister, maar dat is dus niet vandaag. Ik sluit daarmee dit agendapunt af. En we hebben geen moesigleden. En ik ga weer naar de jogi kijken. We hebben, althans lid Etnel heeft gevraagd tijdens een interruptie, dat ze een motie indienen. Dat kan niet. En dat is iets wat we moeten weten. We hebben het woord gevoerd, dus fractieleiders hebben het woord gevoerd. Ik begreep niet goed waarom de fractieleiders in van ze niet die motie heeft ingediend. Dus het spijt me heel erg als iemand me had gezegd dat er een motie was, had ik u geadviseerd. Maar het kan niet. Het is niet mogelijk. We kunnen die regel niet overtreden. Aldus DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons gisteren in de Nationale Assemblée. Intussen zijn er nog 4 werknemers van het management van de Centrale Bank van Suriname ontslagen, meldt Suriname Herald op haar website.